Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Most Wanted. We gaan in deze part niet echt veel racen. We gaan niet ook met deze auto rijden trouwens. We gaan police chase doen. En dat gaan we doen met de Audi R8. Omdat die al de inflatable tires heeft en dergelijke. Zodat als we gehit worden door een spike toevallig dat we ja gewoon onze auto kunnen fixen, zeg maar, en dat we verder kunnen rijden. Dus we gaan met de Audi R8 GT en we gaan proberen zo lang mogelijk chase vol te houden. Want ik wil wel zien wat we allemaal krijgen voor heat levels, wat voor auto's we krijgen, wat als we de helikopters nog krijgen als die erin zitten. Nou, de Rhinos wil ik natuurlijk zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik denk jullie ook wel. Dat is toch wel een belangrijk iets in deze game, de chases. Dus dat gaan we eens even doen. Moet alleen even politie opzoeken. En even een route bekijken. Wat het makkelijkste is om langs te rijden. Ik denk gewoon de snelweg. Die rijdt overal doorheen. En dan zo. Hier omheen. En dan zo. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Qua route. Dus dan gaan we hier de snelweg op. Oh. Begint al goed. Holidays in paradise. Daar hebben we politie er beneden. Dan gaan we die politie meneer even ophalen. Aan de kant. Hey meneer, de politie. Oeh, kut. Iets te hard tegen de muren. Hey, ja daar. Oh, kut. We hebben hem ook gelijk afgeschakeld. Oh, kijk. Begint goed. We hebben er twee achter ons aan. Dat is mooi. Kom op, bouw die heat op dan. Komt ie maar. Een R8. Yar. I mean R8. Komt ie maar. Zijn ze allebei mee? Ja, mooi. Bijna heat level 2. Zo, hij moet even beuken. Oh. Hij remt net af. Kom dan. Oeh, dat was leuk. Vlammetje. Vlammetje. De barbecue. Yay, heat level geupgrade. Mooi. Omhoog. Mooi, er komt backup aan. Dan moeten we even iets langzamer gaan rijden. Dan gaan we even donuts draaien. Oké, of niet. Dat ging nog maar net goed. Nou weten we wel tenminste dat als het arresteren ding aanstaat. Wat hij allemaal doet. Dus we kunnen dingen ontsnappen, zeg maar. Oh ja, gaat goed. Komt helemaal goed. Kom op, heat level 3. Kom op. Kom dan. Nog steeds die drie achter ons. Dus dat is wel goed. Maar we moeten even een hoger heat level krijgen. Oh oh, aan het afkoelen. Oh hell no. Terug, stop. Stop! Oh ja, lekker ontweken. Kom op. Goed zo. Geen die Roblox staat bovenop. We hebben toch niks aan. De game die is niet helemaal verbeterd. Kom op, we hebben nog maar één autootje met ons mee. De heat level is alweer gedaald, hè. Dat stijgt haast niet. Dat stijgt dan met een millimeter per zoveel seconden. Oh oh. Maar blijf wel even in deze bubbel. Please heat level omhoog. Het gaat omhoog als je uitschakeling hebt. Duty,
Kom maar. Mooi. Level 3. Nou, ben benieuwd wat level 3 is. Dat zullen waarschijnlijk spikes erbij zijn ofzo. We hebben er nog maar één achter ons aan. Daar hebben we een roadblock. Waar we gewoon langs kunnen rijden. Dat is handig. Oh, een dikke roadblock ook. Met SUV's. We hebben nog geen rhino's. Oh, we hebben ook sterkere politieluidjes hier. Komt helemaal goed, we moeten nog even één uitschakelen of zo. Oh, roadblock, wacht even. Eerst even op de roadblock. Ja. Hey, de F1 auto. Zo, weer een ruilplek gevonden. We zitten al bijna op de helft, joh. Hij is nog niet helemaal ingelogd in multiplayer, maar... Hoe zie jij, auto? Hij wil ook echt niet naast ons komen, hè, die auto. Kom op, naast ons. Dan kan ik je beuken. Dan gaat heat level nog een keer omhoog. Want wat hebben we nu achter ons? Gewoon wat meer politie, meer niet. We hebben nog geen spikes, niks. Alleen wat sterkere politie. SUV roadblock is now in position. Kut, deze kant. Fuck. Oh, er zit een gat in. Oké, okay, heat level 4. Bring it. Rhinos? Ja. SUV units die van de andere kant komen. Maar nog niet die badass rhinos die we al eerder hebben gezien. Move it. Ha, wat denk je wel niet? Oh oh. Ik wou eigenlijk er vanaf springen, haast me. Wee! Kom ze achter ons aan? Oh, we hebben een lightje hier aan deze kant ook al. Oké, even de auto repairen. Zo, mooi geel kleurtje, valt nog meer op ook. Mooi, Nitro-verbranding Pro. Laten we die gelijk even aanpassen. Jongen, ik ben hier bezig. Laten we met rust. Even naar beneden, Nitro-verbranding Pro. Geeft net iets meer langere duur. Oké, okay, akkoord. Gaan we heat level omhoog? Bijna, we zijn bijna heat level 5. Mooi, 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 mooi. Kom. Wow. Niet alleen het heat level ging omhoog. Oeh, fuck. Politie wat een stuk agressiever opeens. Zo. Niet te geloven. Die werden heel agressief opeens. En we hebben nou dus SUV units tegen ons. Volgens mij is dit niet echt slim wat ik nu ben. Weg van de snelweg. Oh. Move it. We gaan gewoon weer terug. Op hetzelfde stuk snelweg. En dan gaan we nou hier zo... Daarin. Wow! Wat was dat dan? Dat was een Corvette? Wat ben je een Porsche? Nee, ben je een Corvette. Die ziek snel gaat. Netjes. Move it. Of wat er jij? We staan bijna bij het laatste heat level. Dan moet er ook nog wat te doen zijn. Spike strips. Oké. Okay. Zo. Tikke... Takedown hier. Spike strips, hè? Dat ga ik niet doen, vriend. We zijn bijna het hoogste heat level. Dit is best wel spannend zo. Best wel leuk om echt zo puur even een keer een chase te doen. Best wel leuk. Maar we moeten ze even iets dichterbij hebben. Mooi. Of wat doe jij? Zo, we zijn hoogste heat level. Dan moeten we nou die tanks toch krijgen, of niet dan? Dat is het hoogste. Hoger kan niet. Hoger dan dit kan niet. We zitten hoogste heat level.
Rhino units. Yay! Als we nou nog ontsnappen, jongen, dan hebben we zoveel punten. We hebben al bijna 50.000 punten. Fucking ziek. En dit is heel simpel hoe wij gaan ontsnappen in principe. Gewoon wat rondrijden. En buiten die fucking bubbel komen. Zie? Afkoelen. Maar dan hebben we die rhinos nog steeds niet gezien trouwens. Maar we moeten heel veel afkoelen, hè. Heel veel heat levels. Hier staat nog een Porsche. Hier staat de Porsche die we in het begin kregen. Panamera Turbo S. Ah ja, niet de Panamera trouwens. Gewoon de 911 dings. Panamera Turbo S is een ander. Maar die Rhinos hebben we nog steeds niet gezien. Er waren gewoon die SUV's. Tenminste wat ik heb gezien. Misschien had ik nog iets langer moeten wachten, maar... Jump! Wee! Zo, hier vinden ze ons toch nooit. Dan zijn we heel knap als ze ons hier vinden boven het spoor. Verwacht je toch niet dat hier eentje bovenop rijdt. Het afkoelen duurt dus wel erg lang en dat is wel heel vet, vind ik. Het afkoelen duurt echt lang. Oh, terug naar boven. Maar dat is juist wel vet dat het lang duurt. Blijf hier wel even wachten. Maar je moet echt gewoon alle heatniveaus weg laten sijpelen, zeg maar. Met onze mooie R8 GT. Die heeft ons wel doorheen geholpen. En goed ook. Het is een mooi autootje. En we hebben een chase gedaan tot hoogste heat level, dus. Zijn ontsnapt. Bam! We hebben er gelijk 45.000 bij. Het heeft 10 minuutjes geduurd. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Vind ik. Auto aanpassen, banden, circuit pro hebben we nu. We hebben Nitro Pro. Chassis lichtgewicht. Carrosserie, aerodynamica moeten we nog doen. Dat is door slipstreams te rijden. Dus dat moet nog. En de versnellingsbak, die is ook korte of lange. Dat is maar net wat je wilt. Topsnelheid of acceleratie. Nou, we hebben hem op acceleratie staan omdat het net iets handiger is. Het enige wat we nog moeten in principe slipstreamen. Dan hebben we alles pro wat we willen. Dus dat is wel chill. We gaan nou even een aanloopje maken voor het jumpen. En om onbekende reden slipt hij weg. Hier is namelijk nog een Subaru. Ik had het er in de vorige parts over dat we er al eentje hadden gevonden. Maar hier staat er nog een. Exact dezelfde. Het is gewoon de derde plek van dezelfde auto. Als ik nou naar een andere auto ga namelijk. We gaan naar Subaru. Die heeft gewoon 3 plekken. Dus van die 123, 3 plekken per auto, dan zijn er 40 auto's. Ongeveer. Maar dan zou dus nog een plek moeten zijn van de R8. En nog een plek van de BMW. En nog een plek van, nou, zo door, zeg maar. Logischerwijs, ik ga niet alles opnoemen, maar... Hé, hey, daar is wel een trein. Maar het is ook maar een klein stukje weg. Hier hebben we nog een hek. Wat is daar dan voor steegje? Dit is geen steegje. Hij zegt dat er een steegje is, maar hij ligt. Moeten ze mij nou echt nog aanrijden? De Ford Focus RS500. Wat het ook is. Ook geen slechte auto op zich. Zo snel, maar het is wel een Ford. Maar hij is wel snel. Staat hier nog een auto? Sneaky hierachter? Nee, niks. We gaan even gewoon auto's zoeken. Ook wel een leuke bezigheid. Ook wel een belangrijke bezigheid. Daar hebben we er in ieder geval eentje staan. Een Jaguar.
Daar hebben we een Bentley staan. Bentley Continental Supersport. Wat echt een kut auto is. In games dan tenminste. Ik weet niet hoe die in het echt is. Ik heb er niet mee gereden, maar ik vond dat een kut auto. Alleen nou jumps over water dingen heen. Yep, dat was water. Yep, zeker weten dat was water. Ah, fucking blauwe auto. Wacht, ik wil eerst daar nog omheen springen. Zijn we nou gewoon geteleporteerd naar de andere kant door de game? Zijn we gewoon geteleporteerd naar de andere kant? De games zijn gewoon van hier, je kunt het toch niet. Ik rij wel voor je naar de overkant. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil zelf rijden, game. Is niet lief! Oké, daar gaan we dan. Volle gaas. Hoppa! Wee! En nou hier is de jumper. Hoppa! Wow! Hey, zit een auto hier? Is dat de Porsche Panamera? Ja. Dus weer een auto gevonden. En we hebben een jump gemaakt. Een hele mooie grote. We kunnen hier ook een rondje rijden, zo te zien. Daar overheen. Want het loopt daar rond. Dus als we vanaf hier springen. Het is echt veel body hier, joh. Niet te zuinig. Allemaal op dit plein waar die Porsche staat. Maar we moeten eerst hier op springen. Nog goed mikken natuurlijk. Dan vanaf hier moeten we heel snel accelereren en hier overheen springen. Maar dat viel nog mee, dat hoeft er nog helemaal niet zo snel. Nee! En dan komen we dat bord kapot springen. Nou ja, pech gehad. Gaan we eens even kijken, misschien zit hier beneden ook nog wel een auto. Yep, de Marussia. Dat is ook de derde plek van de Marussia volgens mij. De Bentley Supersports ISR. Ah, het is niet de Bentley Continental. Jaguar X. Oké, okay, die hebben we ook al. Die hebben we toch al een keer gevonden. We hebben al een ding gevonden. Wat flipt die game hem? Ah, de Marussia. Wat zei jij? De Marussia. Kijk, die heeft ook drie plekken. Dus er zijn 40 auto's in de game ongeveer. Hoeveel zijn het er? 123. Er zijn 41 auto's. En elke auto heeft dus drie plekken. Heel simpel. 40 auto's, elke auto heeft drie plekken. Klaar. We zijn er eindelijk helemaal uit. Met zekerheid. Alsnog wel aardig wat auto's. Daar hebben we die andere Porsche. Die we al hadden in het begin. Oh, hek, hek, hek. We hebben ook nog een paar auto's helemaal niet gevonden. Zoals de McLaren en de Bugatti. En hier hebben we de Lexus 11A. Kun je op zich ook al mee gaan racen in de volgende part. Dat is nog helemaal niet zo'n heel slecht plan. We gaan even een aanloop nemen. Oh, oh, wacht, wacht. Move it. Oh, politie. Hallo. Met jou ben ik deze part ook begonnen, vriend. Hier moet die Lancia Delta dan staan. Ja, we gaan zeggen, die hebben we al een keer gezien. Maar die had hij nog niet gepakt. Helaas. Hop, hop. Audi in galop. Nog een hek. Een Land Rover, maar die hadden we wel gevonden. Wat zit hier dan? Nou, hierachter zit denk ik niks. Nee. Hierachter zit niet wat. Misschien hier nog iets sneaky in het hoekje. Nee, ook niet. Het is gewoon clean. Daar staat wel een auto. De Mercedes. Oh, nice. De SLS. We hebben nog niet eerder gevonden. Dat is ook wel een mooie auto. SLS. Er zal hier vast ook nog iets achter zitten. Ergens in een hoekje. Nee, niet eens. Er zit geen eens een auto hier in een hoekje. Oprotter jij. Ook hier niet. Zelfs hier niet. Kun je hier heel mooi omheen rijden. Maar echt het nut. Weet ik niet. Ik weet niet wat voor nut het heeft. Oprotter. Maar we kunnen er wel omheen rijden. Daar kan ik ook heen. Oeh, fuck. We rijden echt gewoon even overal rond. Auw, muur. Oh ja, jongens, nou ben ik het zat. Oprotten. Oh,
Wee! Dat is nog een jump. Dacht ik zo. Nou zijn we blauw. Dat zien ze wel gelijk. Mijlpaal, we hebben 120 seconden airtime. Dat is mooi. Staat hier nog een autootje bij zo'n mooi gebouw? Ja, de Bentley. Wauw. Alweer. We're heading off-road. Ik zit toch echt weer op de weg hoor. We zitten hier toch echt in de verkeerde plek te zoeken. Terminal. Oeh, kut, paal. Ik wou er tussendoor, maar dat ging net niet helemaal zoals gepland. We kijken, staat hier wel een auto? Die we. Nee, staat hier geen auto die we nog moeten hebben? Volgens mij. Aha, dat zeker. Allemaal aanrijden. Elke politieagent die er is. Nou, doei jongens. Of komen ze achter me aangevlogen? Nee. Nee, natuurlijk heb ik geen visual. Omdat ik misschien weg ben. Oké, never mind. Daar waren we weer. Afkoelen. En zoals we kwijt zijn, dan is dat het einde van deze part. We zijn ze niet kwijt. We reden vol in op één. Heat niveau verhoogd. Oh, dan zijn we heat level 2. Dat is niet zo interessant. Ah, de kant. Hekje. Oh ja, hier staat boven ook een Dodge Viper, dat wist ik nog. Wat als wij nou de auto veranderen? Wat doet hij dan? Wij stappen nu in de SRT. Pakt hij ons dan nog steeds? We zijn nog steeds aan het afkoelen. Dit is de nieuwe Viper, nieuwste type. Die is ook een heel stuk beter qua handling en dergelijke. Ze hebben eindelijk een keer iets een beetje afgekeken van de Europeanen. Maar dit is de nieuwe Viper, switched vehicle. Bam, en dan knallen we alsnog omdat we te weinig snelheid hebben in een gebied waar we niet mogen zijn. Maar ja, hebben jullie ook wat gezien van de Viper? En gehoord? Echte Viper geluid zit er nog wel in. Het is alleen iets grommiger, vind ik. Hij gromt iets meer, maar dat is wel mooi. Dus. Ja. Dat, oeh, dit is wel mooi. Ah, uitzicht om mee te stoppen. Zo, mooi met dat licht zo. Oeh, wat een mooi licht. Ik zie jullie weer in de volgende part. Ik hoop dat jullie het een keer leuk vonden. Zo puur een beetje een chase part. De volgende keer gaan we gewoon verder met Most Wanted verhaal. Wat er niet echt in zit. Maar gewoon verder met de Most Wanted verslaan. Dus ik zie jullie dan weer. Laters.